Er deden al een tijdje geruchten de ronde dat de Volkskrant bezig was met een groot onderzoek naar De Wereld Draait Door, presentator Matthijs van Nieuwkerk. Nu is dat onderzoek ook openbaar gemaakt. Zo wordt de presentator, die ook nog even bij ons op televisie te zien was in Popquiz, op VTM, beschuldigd van structureel grensoverschrijdend gedrag. De geprezen presentator zou sommige medewerkers zo vernederd en gepest hebben, dat ze er burn-outs en psychische problemen aan overhielden. Tientallen mensen zouden daardoor ook definitief vaarwel gezegd hebben tegen de tv-wereld. De presentator heeft nu ook zelf gereageerd op het nieuws. Hij laat weten dat hij opgestapt is bij de omroep BNNVARA. Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk, zegt hij daarover aan het ANP, Algemeen Nederlands Persbureau.